It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesso. Vandaag heb ik voor jullie eindelijk de tweede Supplier Drop opening hier op Call of Duty Black Ops 3 natuurlijk. Sorry, links mede in het beeldje heb ik op dit moment 187 Cryptide tokens natuurlijk. En dat is best wel veel. Dus we gaan gewoon een paar Supplier Drops openen. We gaan ook gewoon binnenkort er nog meer doen. Maar ik denk dat we nu ongeveer iets van 100 coins gaan besteden aan ofzo. Dus we gaan gewoon beginnen bij een common supply drop. Dus let's go. We gaan 10 coins in doen. En we gaan kijken wat we eruit krijgen. Oké. Okay. Allemaal niet heel erg. Niet heel erg boeiend. Dus we gaan gewoon nog een 10 euro ding doen. Okay. Weer een rare. Holy shit. Een ijzer. Wow, deze fucking beest, jongens. Holy fucking shit. Trench Jessen ICR 1 camo. Holy shit, nou dat is best wel relaxed, jongens. Ik word ook gebeld op mijn telefoon. Boeit me helemaal geen flik. Oké, uit de common supply drop. Wat we dus nu gaan doen, is we gaan een rare supply drop openen van 30 coins. Let's go. Wat krijgen we hieruit? Oké, die heb ik al voor de ICR. Oké, niet heel veel, dus we gaan gewoon de common supply drop laten doen. Want dan krijgen we iets beters uit, geloof ik. Dan kunnen we ook wat meer ervan openen, oké. Oh, een Shiva camo. Mooie legendary, let's go. En de Hallucination Combat Knife Camo. De Hallucination vind ik niet erg heel erg chill als ik eerlijk ben. Die heb ik ook op de ICR. Oké. Mooie Man of War Camo. Dat gaat er wel mee door. Let's go, Pixel heet die. Nou, we gaan gewoon nog eentje doen. Boom. Volgens mij is dit best wel een goed pakketje als ik eerlijk ben. Een fucking epic RK5 camo. Een rare hammer calling card. En dan nog eens een fucking legendary double agent RK5 quickdraw variant. Holy shit. Holy shit gewoon. Oké, jongens. We gaan nog één pakketje openen. Nog eentje, let's go. Laatste. Oké. Nou, dit valt dus maar. Deze heb ik al. Deze heb ik nog niet. Deze heb ik ook nog niet. Dus, jongens. Wat ik nu eens eventjes wil doen. Ik wil even die dingetjes gaan bekijken. Laten we die even gaan bekijken wat we hebben gekregen. Voor de Shiva. Nou, daar hebben we nog niks op. Voor de ICR-1. Oh, die heb ik hier al ergens in klas van staan. Ja, hier zo. Camo's. Black Market. Oh, hij beweegt ook. Moet je even kijken, jongens. Ik zal even inzoomen in de dingen. Ik heb ook nog een andere camo. Spark. Nou, die is ook sick hoor, jongens. Ik vind deze toch wel iets sicker. Kijk hoeveel er nog zijn. We pakken heel veel camo's ervoor. Nou, hier, deze laten we dus er mooi op zitten. De RK5. Die hebben we ook ergens. Ja, of... nee, die hebben we... Nee, oké. Dus RK5 heb ik nog niet. Oké, ik ga hem gewoon unlocken voor jullie. We gaan even kijken wat voor camo erop hebben. Holy shit, dit ding ziet er ook wel damn fucking nice uit. Moet je kijken, jongens. Je ziet gewoon die storm erin afgaan. Holy shit. Hey, dit vind ik echt awesome, jongens. Dus, dit was de video alweer voor vandaag. Super kort natuurlijk, maar ik ga nog eventjes heel veel Cryptide-tokies sparen. Zodat wij dus een fucking lange aflevering kunnen gaan doen. Mocht je nou genoten hebben van deze serie, laat even een blauw duimpje omhoog. Dat natuurlijk helpt mij enorm. En hoop jullie te zien bij de video van morgen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Laters.